Moet dat nou? Ja, je krijgt een knauw terug. Hou eens op, Rijka. Kijk dan. Dat wil Elwing niet. Een hele goede liefdevolle eerste adventszondag geweest, lieve vrienden. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En waarom ik zo lach? Nou ja, Rijka heeft de hikken, dat hele lijfje, dat schokt heen en weer, dat arme beestje. Momenteel is het even rustig, maar ze staat op de bankleuning, de armleuning met de voorpootjes naar buiten te kijken, want ik heb Elwing buiten. En Kandel, die is naast me. Dus. Ik ga ze zo meteen even uitlaten. Hé? Ja. Ja. Moet dat nou? Ja, je krijgt een knauw terug. Hou eens op, Rijka. Kijk dan. Dat wil Elwing niet. Wees eens lief. Rijka lief. Ja, en nou zit er hier eentje te wassen. Hé, hey, Rijka, wees eens lief. Waarom moet je steeds een pootjes bijten? Ik heb geen tandjes, anders had ik ook gedaan. Zo, in je pootjes bijten. En dat heel hard. Nee, is niet lief. Ze wil dat niet. Hé, hey, meis? Nee, ja. Jij ook lief, hè? Ja, je bent ook lief kind. Hé? Hey? Ja. Gewoon lief zijn. Lief zijn. Ja, dankjewel. Ik krijg zo maar een kusje van jou, hè. Grote meid, hè. Hé? Ja. Hé, lief zijn. Oeh, ga je nog verder zo? Wow, wow, wow. Laat je even zien hoe mooi je bent, kind. Hé, laat je even zien hoe mooi jij bent. Hé? Ze is wel schoon, hoor. Ja. Hé? Ja, jullie zijn allebei beauties, maar jij bent een beetje stout aan het doen. Ja, jij wilt spelen, maar dat wil zij niet. Nee, kan ik ook niks aan doen. Niet op het moment dat jij het wil. Hé? Nou. Godverdikkie, moet ik weer uitkijken wat ik doe. Zo, nou ja, ik ga hem zo meteen even uitlaten. En ik was niet vooruit te branden. Nee, ik was er eerst wel uit. Ik heb ze er ook even uitgelaten. Maar ik was nog zo moe en een hoofdpijn en duizelig en ik denk, dit gaat niet goed komen. Nee, ik denk, ik ga weer naar bed en laat de boel maar boelen. Ik heb genoeg gedaan en ik denk, dat komt later op de dag wel. Het hangt me niet op mijn rug. Dus, kom wel hoor. Ja toch?
kan wel op een lievere manier, hè, dan bijten. Ja, toch? Maar oké, ik ga me klaarmaken, lieve vrienden. En dan kennis eventjes naar buiten toe, de beestjes. Hè? Vanavond gaat alles in glorie aan. Want het is eerst adventszondag en dan ga ik ook één kaartje branden. Ja, ik hou het nou nog allemaal uit, want het is licht genoeg, dus vind ik nog niet nodig. Nee, ik moet uitkijken voor een zwiebelstaart van Gandalf. Die gaat maar heen en weer over de grond. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot straks maar weer. Ja toch? Tot dan. Ja, lieve vrienden, ik ben weer net thuis met onze lieftallige hondjes, Elwin en Rijka. Maar ik laat jullie even mijn kerstsfeer zien. Oké, er moet nog wat opgeruimd worden, zoals die boksen. Maar later ga ik even laten staan. Maar ja, waar zal ik beginnen? Ik heb nou alles dus aan. Nou, we beginnen in de keuken. Er zijn een paar lampjes geloof ik die kapot waren of wat minder licht gaf, ik weet het niet meer. Ja, daar is er eentje kapot. Maar in ieder geval, zo is mijn huisje in kerstsfeer. Deze die doet het. Oh ja, kijk dat dingetje, zit geen batterijtjes in. Moet ik even zien waar het knopje is. Die is daar. En dan word je gek. Nou, die heb ik allebei ooit een keer van mijn mannetje gehad. Dus daar ben ik zuinig mee en blij mee. En ja, weet ik veel wat nog meer. Dan moet ik het allemaal wel weer willen. Daar zitten geen batterijtjes in, moet eigenlijk nog, maar dat ben ik vergeten. Die doet het ook, dat is een heel ouderwetse. Een klokje heb ik hangen. Dat heb ik hangen. Nou, dan mijn kerststak, die ik ook altijd laat hangen, maar dat is zonder versiering. Dan enkel het engeltjesmaantje in een zonnetje. Nou, daar die kerststakken. Ik moet daar nog kaartjes voor gaan, maar die zijn nog niet binnen. Mijn lamp, daar vangt wat aan. Ja, ook hier is het allemaal versierd. Lichtjes erbij. Ik heb het ijsbeertjes vorig jaar van Karen en Roderick gekregen. Hier zitten de drie stuks. Die heb ik van de Dekamarkt nog gehad. Dat is de laatste keer er nog waren. Nou, die heb ik ook ooit van Karen gehad, dat beeldje. Die is van mijn mama geweest, die doet het ook, daar zit muziek in. Die heb ik van mijn mannetje gehad. Die keer ronddraaien, kerstmannetje, één kaarsje branden met het stalletje. Ik hoop dat het wat te zien is. En dan doen we dat morgen even nog bij daglicht weer. Die kaars met die klok erin heb ik van mijn ouders ooit gekregen. Die pop, dat is een echte, ja, die was heel duur en die pop heeft ook echt haar. Die ik zelf een engeltjeskleding voor gemaakt. Dat is nog de strooikoker van Frodo en Arwen. Er komt Eowyn dus nog bij. En dan worden die ook uitgestrooid. Waar ook hun baasje is uitgestrooid en mijn schoonmoedertje. Nou, de crisisboom, wij zeggen altijd crisisboom, die is in goud, brons en de zwanendonse zalmkleur. En er bovenin zit een ketting met lint omheen gewikkeld. Niet door mij, maar zo gekocht, dus ook zalmkleur die lint. En verder is het goud met brons. Behalve die bal, dat is een geboortebal voor mijn dochter Katja.
En die is wit met zilveren roos. Dan gaan we naar deze kant. En dat is dus baby's eerste kerstbal. En dat is voor mijn zoon David, de zoon van mijn mannetje. Ja, eigenlijk is het de zoon van mijn mannetje. Maar ik heb een hekel aan het woordje stief. Dus ja, dat is een komeet. Die knippert af en toe. Moet hij het wel gaan doen. Dat blijft de tijd uit. Ik hoop dat hij het nog doet. Van de week nog wel. Ja, daar was hij. Nog een keer. Kom op. Wachten duurt lang, hè? Vooral als je erop staat te wachten. Daar was hij weer. Nou, ik kan nog steeds die piek niet vinden. Waar ik hem opgeruimd heb, in welke box, Joost mag het weten. Dat is echt porselein, die heb ik ooit van mijn pleegbroer gehad. Nou ja, die kerststak, nou ja, die om die kast zit. Helemaal er rondom, helemaal eroverheen. En dan die kerstkrans. En dan hebben we daar weer een bos takken. En er is er hier eentje zich aan het uitsloven. Hé, Rika? Ik ga nog naar buiten toe. Ja, ik ga nog naar buiten toe. Want als jullie opletten, zien jullie allerlei kleurtjes door mijn huis heen gaan. Allerlei kleurtjes, groen en rood. En ik zal daar eens kijken. Vliegt door mijn huis heen, maar dat komt ergens vandaan. En dat is dat ding wat daar ook schittert. Dat heb ik op het raam en dat hangt voor het raam. En nou ja, dan gaan we naar buiten. Jullie blijven hier en stil. Terug. Op de bank. Op de bank. Nou, niet luisteren, hè? Ga eens op de bank. Hup. Rijka, op de bank. Ga eens op de bank. Op de bank. Op de bank. Denk erom, hè? Je bent weer een beetje stout aan het doen. Nou, kom eens hier. En laat ze er hangen, dat kleine kringetje. Klaar. Luisteren. Nou, dan gaan we even naar buiten. Waar geen vogeltjes meer fluiten. En het stinkt buiten. En dan zeg je, waar naar? Nou, naar hout. Echt, dat ken ik niet tegen. Nou, ik hoop dat jullie hem zien. Hij is nog behoorlijk lang. Laat hem morgen overdag ook even zien. Nou, dan ijspegelverlichting. En dat is dat ding wat op mijn huisje schijnt. En kijk. Leuk, hè? Ja. En hoog, dan moet ik hier weer naartoe. Even mijn poort open doen. Laat ik even openstaan. Lopen even om naar de voorkant. En daar hangen ook al ijspegels bij in huis. Ja, morgen wordt het plastic opgehaald. Kijk, dat huis daar. Er zitten ook ijspegeltjes, verlichting. Leuk gezicht altijd. Nou, dan ga ik naar de overkant. Nou, dit is de voorkant van mijn huisje. En dat is een kerstman met verlichting. Nou ja,
En natuurlijk, Zwarte Piet, dat gaat na 5 december er weer af, hè? Ja. Dus ja, dan weten jullie dat, lieve vrienden. Ja, dan lopen we weer terug. Veel licht daar. Nee, laat maar schijnen. Zolang het niet in mijn huisje schijnt, vind ik het best. Ja, toch? Zo. Nou, dan waren we weer binnen in het huis. Hop. Zo. Ja, mooi. Ik vind zelf toch wel mooi geworden is. Ja, ik wel. Maar wie ben ik? Mijn huisje is weer verder helemaal klaar. Engeltjes die licht geven. Ik had de ene geven wat minder licht dan de andere. Eentje was er van mijn broer, eentje was er van mij. Die deed het ook, maar dat is ook kapot. Ja, alles gaat tenslotte kapot. Die kerstman moet ook batterijen in, want die zegt dan ho 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 als er iemand voor het raam staat. En die is... Ik zal even daar naartoe lopen. Dat was die. Nou, kom op. Zo is het weer. En dan is er eentje nieuwsgierig van wat gebeurt er nou toch? En dat is onze Rijka. Mag ik naar binnen? En toen besloot ik mijn bril weer. Oh, dat is altijd heerlijk, hè, als je bril dragend bent. Je ziet gelijk niks meer. Moet hij gelijk weer af, anders zie ik bijna niks. En ik ga een plaatjesvlog in elkaar zetten voor winter. Ja, winterplaatjes. Dus ja, met de blik op Rijka gericht, zal ik maar eventjes zeggen, lieve vrienden. Geniet van jullie avond, ik moet nog eten. Want we waren dus met die twee dames uit geweest. En dan moet ik nog eten. Hun hebben eten staan, dus dat hoeft niet. Ik kan dan gewoon nog eten. En ikzelf. En dan zien we wel weer wat de avond ons brengen gaat. Maar in ieder geval hoop ik dat jullie een liefdevolle avond mogen beleven. En voor later de avond wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. Hé? Ja? Nou, ze zeggen... Geniet van al het schoon. Doei doei.